Ik kwam hier vanuit mijn werk, ging ik zo richting huis. En opeens hier bij deze stoeptegel vloog ik als Superman over de kop. En ja, wat er toen gebeurde, geen idee. En het jaar van operaties en revalidatie dat volgde zou Marcia ook liever vergeten. Dat allemaal dankzij een losliggende tegel. Ja, door dit ongeluk heb ik eigenlijk echt wel pas het gevaar gezien van wat de scooter kan doen. En ja, ik durf ook eigenlijk nu niet meer op een scooter te rijden. Ongeluk zit nou eenmaal vaak in een klein hoekje, zeker in het verkeer. Maar jongeren realiseren zich dat vaak te weinig. Dat zit vooral bij de stoerigheid, hè? Met vrienden van joh, mijn scooter gaat harder, moet je zien. En ja, het is allemaal voor de naam die je krijgt bij je vrienden. Sommigen hebben wel opgevoerde scooters inderdaad. En ja, vaak is het ook wel makkelijk om even scooter te pakken, even snel heen en weer. En dan heb je haast en dan let je minder goed op en dan gebeurt nog wel eens ongeluk inderdaad. Ja. Op die leeftijd hebben ze andere inschatting van gevaar. Ze denken dat de risico's heel laag zijn, terwijl de risico's best aanwezig zijn met brommerrijden. Veilig Verkeer Nederland is geschrokken van de nieuwste cijfers. Ja, het moet veranderen. Het ongevallenaantal is nog steeds te hoog. Dus nadat we weten, na het onderzoek, wat er aan de hand is, moet daar echt op campagne op gevoerd worden, zodat het gedrag van die 17-jarigen verandert en die ongevallenaantallen naar beneden gaan. Als het aan de rijinstructeur ligt, worden de eisen voor het examen aangescherpt. Het zou veiliger zijn als ze meer lessen hadden, maar de mensen willen er niet meer aan uitgeven. En de eisen liggen nu bij het CBR. Die zijn laagdrempelig, wat ik zeg. Dus het is eigenlijk voor iedereen haalbaar een brommerrijbewijs. Maar denk je dat het praktijkexamen voldoende is? Ik heb het nog niet gedaan, dus ik weet het niet. Nou, Marcia wel. Zij heeft inmiddels meer ervaring dan haar lief is. Ik stap niet meer op de brommer, ik pak gewoon de fiets. We hebben het CBR gevraagd om een reactie. Zij zeggen dat het examen een momentopname is. Als scooterrijders zich daarna niet aan de regels houden, dan is er volgens hen bij de opleiding wat misgegaan. En onder het motto voorkomen is beter dan genezen. Op onze site kunt u de gevaarlijkste kruispunten bij u in de buurt bekijken. Ga naar rtlbuurtfacts.nl.